Nou, ik denk dat we, als ik na de wedstrijd even terugkijk, dat we over het algemeen, laat ik zeggen, 70, misschien 75, maar laat ik me nog eventjes voorzichtig uitdrukken, 70 minuten redelijk gevoetbald hebben. Dat redelijke was vooral in de eerste helft. Het echte goede vond ik in de tweede helft. Ik vond dat we heel mager aan de wedstrijd begonnen. Dus te weinig vuur, een te lage hartslag, te weinig ambitieus. Te weinig hongerig op zoek naar ballen vooruit, kansen creëren, scoren. Erg timide, afwachtend. En de 1-0 voorsprong voor Utrecht op dat moment was een terechte en een verdiende. En dat was ook eigenlijk een beetje ons verdiende loon. Daarna zijn we gaan voetballen en dat werd steeds beter. En tot aan de rust vond ik het redelijk gaan. Ja, en daarna leek het alsof alle remmen losgingen. En ik kan natuurlijk heel moeilijk zeggen dat we heel erg veel kansen hebben gecreëerd, want dat is niet zo. Wel een aantal schotpogingen van rond de 16. En dat was jammer, want daarmee bleef het aantal kansen sterk achter bij het veldoverwicht dat we hadden. Dus daar kan ik erg te spreken over zijn. Ik vond het wat dat betreft heel erg jammer. En vooral voor de jongens die zich goed gemanifesteerd hadden. Vooral op ons middenveld. Vond ik het heel jammer dat we geen beloning kregen in de slotfase in de vorm van een penalty. Want Nieveld die werd bijna uit zijn schoenen vandaan geduwd. En wij zagen het wel. En wel meer, denk ik. Daar zal mijn collega straks ook nog wel even op terugkomen. Die had het waarschijnlijk ook gezien. Alleen de scheidsrechter had het niet gezien en dat is jammer en dat geeft toch wel een beetje een vervelende bijsmaak. Want een nederlaag heeft sowieso een vervelende smaak en dan zo'n verkeerde beslissing of het uitblijven van een beslissing kan ik beter zeggen. Dat is nog een vervelende bijsmaak daaroverheen. Dus al met al jammer, maar helaas. Dankjewel, alsjeblieft. Tom de Chatten, jij, jouw verhaal. Ja, Alex heeft het over een laag hartslag. Ik had een hoog hartslag, maar dat was meer aan het einde van de wedstrijd toe of we hier de 3 punten nog in Utrecht konden houden. Ja, dan zeggen ze altijd van ja, je geeft die groep altijd wel complimenten. Nou, dat moet ik vandaag zeer zeker doen. We hebben toch niet onze beste wedstrijd gespeeld. Alex geeft het ook heel terecht aan dat Excelsior de tweede helft zelfs meer op de helft Utrecht was dan andersom. Vergeet even niet dat we al 21 wedstrijden tot nu in de benen hebben. En collega hier naast me denk ik 12. En ja, dan zie je dat de selectie vrij smal is. En dat komt mede door blessures. En ik ben niet zo snel een trainer die excuses zoekt. Nou, dat hebben we ook in de rust aangegeven met Aljen Schut. Die wilde zelf wel door, maar had toch een beetje last van de aanhechting op zijn heup. Bovenbeen. Hetzelfde geldt voor Gianluca Nijholt. Die had toch een beetje spanning op zijn hamstrings. Vandaar ook de wissel voor Serota. Ja, en dan wacht je met je derde wissel zo lang mogelijk. Want er liepen er allemaal een paar. Die zaten er behoorlijk doorheen. Je kon geen druk zetten. Excelsior tot aan de 16 meter. Goed voetballend. Nou, gelukkig voor ons in het afwerken van de kansen minder. En inderdaad, misschien moet hij wel een penalty geven. Maar wij hebben ook genoeg wedstrijden gespeeld en ook internationaal hebben we hier wedstrijden gespeeld waar we ook niet alles krijgen. En ik kan het gevoel indenken van Alex, maar wij zijn heel erg blij met de 3 punten en ik ben heel erg blij met de veerkracht van onze ploeg.